In deze video. Mijn eigen popcornautomaten. Oh sh. Kamer makeover, nieuwe kamer. Kamer makeover, ik wil likes. Sorry dames en heren als de intro een beetje cringy is. Ik had gewoon wat nostalgische gevoelens. Minecraft met Ties. De makeover is een week geleden van start gegaan. Mijn bureau is nu alweer een rotzooi. Ook al hou ik wel van mijn nieuwe beeldschermpjes hoor. In de vorige aflevering zagen jullie uiteraard hoe ik 20.000 pakketjes binnenkreeg. De popcornautomaat, de breakfastmaker. Het is tijd om te gaan uitpakken. We gaan dingen openmaken, jongens. Mochten jullie nog niet weten, ik heb een popcornautomaat gekocht. Mijn eigen popcornautomaat. Oh sh. Dit is leuk voor nieuwjaar, want ik ga hier namelijk. Ja, muf. Dit ding komt ook. Oh. Dit ding komt ook. Nou jongens, de popcornautomaat. Oh jongens, ik heb er echt heel veel moeite mee. Boom! Kijk eens aan jongens, een aardig ingewikkeld systeempje. Hey boys, sick man. Hi jongens. Hi Cam. Hey, Shiro. Mensen, ik ben zeer tevreden met het resultaat. Dit was zeker weten de 100 euro waard, dit gammele ding. Nee, maar like de video en we gaan nu door naar de bakplaat, magnetron, kookplaat, koffiezet. Dit is echt een midget koffie, hè? Huh? Ik snap het niet. Kijk, zie je, dat vind ik wel een systeempje hoor. Maar je kan je inderdaad, zoals Jero zegt, net één spekje inleggen. Hier kan ik dus op koken. Hier kan ik in bakken. En hier kan ik koffie zetten. Oh. Oh jongens, er komt een hele giftige plastic verbrande lucht hieruit. Boah. Fijn. Lekker water, man. In de vorige aflevering zei ik het volgende. Nu zat er nog één ding in die laatste doos. Ik zal jullie in spanning moeten laten wachten, want dat ding is tussie. Het is een pindakaasautomaat. Ja boys, ik zag hem staan op een site. Ik kon dit ding gewoon niet laten liggen. Ik ben wel persoonlijk een beetje pindakaas fan, dus... Oh. Fijn. Nooit verwacht dat ik ooit in mijn leven een pindakaasautomaat in mijn zit zou hebben. Sick man. Is de video al 10 minuten? Hey, fijn! Ja jongens, de pindakaasautomaat is alleen verkrijgbaar in New York. Jezus. Hey jongens, ik ben aardig tevreden. Mooi hè? Staat een beetje in de weg. Wat moet ik daarmee doen? We kunnen er van alles mee doen. Het kan de fik in, het kan de lucht in. Noem het maar op. Jullie hebben veel creatieve comments achtergelaten over wat er moet gebeuren met het groene bureautje. Veel van jullie zeiden, Ties, dat bureau moet de lucht in. Dus we hebben wat leuk speelgoed meegenomen. Daar staat het bureau. Het was een mooi bureau. Het stond eigenlijk ook alleen maar in de weg. Dus...
Wat? Ho! Rip. Ja, daar is niks meer van over. Hoe is het droog? We zijn nog niet echt klaar met het vuurwerk. Hier heb je even wat extraatjes. Oeh. Sick man, hey, dit is deze muur en die deur die je hier achter me ziet. Zoals jullie zien, dames en heren, alle voorwerpen gaan deze muur op en eventueel ook het dak. Ik ben gewoon klaar met de standaard muren. Maar, hoe gaan we al deze spullen aan deze muur krijgen? Ja, niet dus. Want gaten in deze muur kunnen we helaas niet boren. Hé, hey, maar ik ben meneer voorbereid met een idee. Mogelijk is het idee van mijn moeder. You've made an excellent choice. Zien jullie deze kast, dames en heren? Dit is de kast. Jokers, Tees Games, welkom bij deze nieuwe. Deze kast ligt letterlijk vol met rotzooi die ik eigenlijk nooit gebruik. Hier allemaal muffe deo'tjes die ik nooit gebruik. Een muffe bak met kabels met. What the fuck? Maar deze kast worden, jongens. Trouwens, jongens, kijk eens even naar de lavalamp. Wat is dit? Ik weet niet, deze lavalamp moet gewoon echt 2 uur warm worden of zo. Normaal moet een lavalamp toch wiebelen of zo. Ik zie niet veel gebeuren. Yo, mensen, ik heb wat verplaatswerk te gaan doen. Hop! Hatseflat. Nou jongens, kijk eens aan. Ja, ziet er goed uit, een lege kast. Enige probleem is wel dat nu alle rotzooi hier ligt en geen plek heeft. Dus we zijn 1 stapje dichter bij de meest originele kamer van het land. Maar dat betekent ook wel weer dat ik weer wat opruimwerk te doen heb. Haha, ai, kijk eens aan joh. Niet normaal hoe een beetje kerstverlichting het verschil kan maken. Like video. Maar nu heb ik hier een lege kast staan met een nog veel te lege muur, geloof me. Zal ik eens in de garage kijken. Oh, we hadden natuurlijk ook dit ding. Deze is lijp. Oké, jongens, bereid jullie voor. Want ik heb een plekje gevonden voor de popcornautomaat. Wat een mooi ding is het ook. Ja, ik ben heel tevreden. En toen was het een beetje experimenteren. Waar komt dit flamingo ding? En op een gegeven moment was ik eruit. Eerlijk, dit moet gebeuren, maar... Oh. Deze hadden we ook bij de kringloopwinkel gehaald, maar die heeft best wel wat gewicht. Jezus, mijn haar. Maar ik weet ook niet. Ja, weet je, het voelt best stevig. Oh shit. Ja, niet verkeerd, maar mijn moeder zei dat we gaan eten. Zoals jullie mogelijk hoorden, dus smakelijk. Dit ziet er goed uit. Ga trouwens nu naar de reacties toe, want ik ben heel benieuwd wat voor namen jullie kunnen verzinnen voor deze flamingo. Jij hebt ook nog een plaatje nodig. Huts! Aneffa! Maar de breakfastkoeker heeft zo te zien zijn plaats gevonden. Enige probleem is wel dat ik deze en deze nog niet kan insteken in een stopcontact, want dat ligt helemaal daar zo. Maar ja jongens, hashtag first world problems en kijk eens van een leuke achtergrond. Hier doe ik het voor jongens. De kerstman in de oven. Oh shit. Oh. Oh, dit is nog eens. Oh, dit is nog eens uitoefening. Oh, dit is echt zwaar. Oh. Oh, joh.